I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight. Every morning has another star. Every morning hits so hard. Guess I'm running scared, guess I'm running on empty. Geweest. Ik heb daar op een tennisbaan al een keertje een partijtje mogen tennissen. Het was buitengewoon eervol om het 40-jarig jubileum van tennisvereniging Carolus hier met u allemaal te vieren, maar zeker ook met de hele vereniging. Het is een prachtige vereniging, Carolus. Tennisvereniging van kleine 1000 leden aanwezig zijn, of bijna 1000. Er staat een nominatie, en daar bent u ook, dacht ik, mee verbonden, om wat uitbreiding hier bij de tennisvereniging te krijgen. We hebben daar even geduld voor nodig. De gemeente zal daar in ieder geval niet dwars in liggen. Maar we moeten eens even kijken hoe dat verder loopt. En dan vandaag hebben jullie, zeg maar, de uitreiking van alle teams die heel goed gepresteerd hebben. Ik had begrepen dat er 11 teams kampioen zijn geworden. Dus 11 teams, en ik zie hier zo'n mooi team voor mij. Misschien zijn jullie niet kampioen, maar dat zijn die meisjes met die shirtjes met het logo van Helmond erop, Helmond Marketing. En dat is echt helemaal super. Zo'n talentvolle zoon, we hebben er nog in, dacht ik. Hier is een talent, en mooi dat hij zo kan zingen. Kunt u ook zo goed zingen? Nee, dat niet. Deze van mijn vrouw. Maar ik weet wel dat u zelf wel heel veel dingen heel goed kan doen. U hebt, zeg maar, voor Carolus, en daarom zijn we ook hier vandaag. Ik heb ook begrepen dat u gaat afscheid gaat nemen als voorzitter van de technische commissie. En die technische commissie, die hebt u ongeveer een kleine 30 jaar met een onderbreking van 4 jaar voorgezeten. 30 jaar een technische commissie voorzitten in een vereniging die in die loop der tijd echt verdubbeld is. Waarin je, ik weet niet hoeveel teams hebt die competitie spelen. Je hebt tegenwoordig een voorjaar, het zijn de najaar, het zijn de zomercompetitie. Je hebt
baankampioenschappen. Je hebt de kampioenschappen, zeg maar, of een toernooi, een tennistoernooi, zeg maar, waarin andere leden kunnen inschrijven om daarin te spelen. En als voorzitter van zo'n technische commissie, om dat allemaal geregeld te krijgen, dat is geen kleine opdracht. Ik denk dat als je dat al 26 jaar doet, achter elkaar voor een club als deze, dan kun je wel zeggen dat zo'n club zonder jouw inzet, Hans, is dat bijna niet mogelijk. En natuurlijk weet ik dat iedereen is misbaar, dat weten we allemaal. Maar er zijn er altijd een paar mensen bij die zoveel, zeg maar, betekenen voor zo'n club. Zoveel verbinding met elkaar meebrengen. Dat het onuitputtelijk is. De aantal uren die jij hebt ingezet voor de tennisvereniging Carolus. Ik heb je ze ooit geteld? Nee, maar enorm veel. Enorm veel, dat weet ik wel. En daar is ook iedereen enorm dankbaar voor. Dat het ook. Want als je ook. Je hebt ook altijd de contacten met de KNLTB. Dat wil zeggen dat Carolus staat enorm goed bekend. En zeker ook is dat voor zo'n voorzitter van zo'n technische commissie heel belangrijk om die relaties goed te houden. En om dat met elkaar zo te doen. En je doet het allemaal. En dan kijk ik ook even naar uw echtgenoten. Alle tijd dat hij hier is, is hij niet thuis. Neem ik aan. maar misschien bent u ook wel heel veel hier. Dat zou ook wel eens kunnen zijn. Ja, was wel. Maar dat betekent wel dat je ook in het thuisfront gewoon echt elke keer keuzes moet maken. Maar als je hart zo ligt bij Carolus, dan is dat mooi. Als je dan aangeeft dat je op een gegeven moment wil stoppen. Dat is ook goed dat je een keer stopt en dan het eigenlijk over wil dragen aan de volgende. Dan is het ook weer typerend voor jou, Hans, dat je dat niet zomaar doet, ik stop, hier heb je het. Nee, je werkt heel nauwkeurig iemand in die vervolgens die voorzitters van die technische commissie, om dat met elkaar te kunnen realiseren. Dat is echt geweldig. He, dat je inderdaad zegt, ik wil van mijn kindje, je zou kunnen zeggen het is jouw kindje, zo goed overdragen naar de volgende, dat die het weer in dezelfde sfeer voortzet. Dat is Carolus. Dat verdient Carolus, maar dat verdient gewoon ook de hele club en alle leden. Dat je ook dat vanuit die technische kant zo goed doet. Je hebt je inzet altijd gedaan vanuit een verbinding. Je zegt van niet van ik hier Hans, ik regel het allemaal. Nee, hoe kunnen we het samen regelen om zeg maar, Carolus en alle spelers maximaal uit de verf te laten komen. Dat is gewoon echt het karakter wat jij hebt. Heel amabel, verbindend. En altijd zeg maar, het beste voor de club voorhebbende. En jezelf eigenlijk op de achtergrond zitten om dat te doen. Zo'n club draait op dit soort vrijwilligers. Maar jouw bijdrage, jouw inzet is echt uniek te noemen. Uniek en als voorbeeld voor alle vrijwilligers in heel Helmond zou je kunnen zeggen. Want daar draait de stad om, daar draaien dit soort verenigingen op. Je bent een voorbeeld. En dat voorbeeld, dat waardeer ik enorm. Maar niet alleen waardeer ik dat enorm. Ik mag dan ook vandaag zeggen dat Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En dat is een hele grote eer. Zonder vrouwen, want dat is meestal, je moet altijd ook van vrouwen hebben. Dus Annie, ik wil jou ook ontzettend bedanken voor de tijd dat je hem eigenlijk aan Carolus hebt uitbesteed. En altijd, zeg maar, als vrijwilliger maximaal in. Ik zie emotie en dat is natuurlijk prachtig, hè? De proficiat ook, hè? Heb ik nog een omzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij van de ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u ook waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een carriator tot de keien. Een raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader,
zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en al zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisie quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe op het bankstel staat bij Mien en het dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsje klikt wat bij elkaar in mini-rok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet het is hun goede recht, de nieuwe tijd net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeder stoutjes springen. Het dorp van toen dat is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat voorgoed voorbij zou gaan? Nee, voordat ik eerst een dankwoord wil spreken, vind ik het wel erg leuk dat Jeroen en Guido hier zijn. Zij zijn van de band Jewelste. En het wordt tijd dat zij een keer met de kasteelconcerten in Helmond staan. We proberen dat een aantal jaar misschien kan. Enig invloed op uitoefenen. Maar het kan zijn dat ze, kan ook zijn dat ze te duur zijn, dat weet ik niet. Goed, ja. Ik zit normaal niet verlegen om woorden. Dat weten sommigen wel. Maar ja, dit was mij voorkomen. We hebben een algemene ledenvergadering gehad. En er is afscheid van mij genomen. Daar ben ik ook al flink in de bloemetjes gezet. En heeft Anita een geweldig lief woord gesproken. En nu hebt u dat gedaan. En ja, dan overvalt me dat. Ik zie op een gegeven moment familie binnenkomen. En ik denk, ja, wat verdorie, ik kom allemaal hier. Die hebben hier niks te zoeken. Die hebben ze niet uitgenodigd voor de barbecue. Maar goed, nou is het me allemaal duidelijk. En geweldig bedankt voor de woorden die je gesproken hebt. Fantastisch. Heb niks overdreven. Nee, zonder flauwekul. Ik heb het altijd met ontzettend veel plezier gedaan. En ik zeg al, de vorige keer ben je al voorbereid en dan heb je je woordje wel klaar. Maar nu, ja, weet ik niet wat ik verder moet zeggen. Dan alleen maar dat ik het al die jaren met ontzettend veel plezier gedaan heb. En dat we nog gelukkig een hele goede opvolger hebben die mijn taak over gaat nemen. Ja, en voor de rest zou ik zeggen, ik blijf lekker bij de club. En we gaan gezellig door. En ik zal altijd, heb ik ook toen gezegd, als het nodig is, ben ik standby. Dus jullie allemaal bedankt voor jullie hier, dat jullie hier zijn. Jullie bedankt voor de geweldige woorden. En bedanken als je Willem ziet. En, anders doe ik het zelf wel, ik kom er wel eens tegen. Dan zal ik zeggen, jongen, bedankt. Hè. Jongens, allemaal bedankt, maak er een gezellige middag van. Tot ziens.